What the fuck heb je nu weer op je gezicht? Weet je hoe lang ik al in dit wereldje zit? Als je een echte gangster wil zijn, moet je niet alleen een borst hebben, maar ook een gevaarlijke uitstraling. En een baard dat straalt gevaar uit! Check nou maar mijn remlicht, ik word continu aangehaald door die shit, man. Start, start! Zet op je rem! Hey, waar ga je heen? Hey, fucking vrienden, kom terug! Say hello to my little friend! You motherfucker! Naar aanleiding van de film Gangster Boys maken de jongens gênante momenten mee, maar ook zo'n stoere momenten. Wat is nou het allerstoerste wat jullie hebben gedaan? Het stoerste? Ik ben niet zo stoer, denk ik. Wat is het stoerste? Jezus. Maar stoer, ja. Stoer. Ik weet niet. Ik het is heel moeilijk om er nu op te komen. Stoerste momenten. Ai. Wij zijn eigenlijk echt losers. Ik vond mijn stoerste moment wel dat ik zo oog en oog tegenover een krokodil heb gelegen. Ik denk gewoon dingen als dit. Gewoon voor in Nederland maken we niet zo heel veel hele super stoere dingen mee. Ik denk een moment als dit, dat je hier met je vrienden, boys met wie ik normaliter dagelijks in de studio zit, die lopen hier allemaal verkleed als gangsters in nette pakken over een rode loper. Dat is leuk, weet je wel. In deze film? Mijn dansje, denk ik. Aan het einde van de film. Jeetje, god. Dat weet ik niet. Te fijn om op te noemen. In de film? Bang, 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 bang als we gaan schieten. Dat is het stoerste moment. Kan je die niet eentje noemen? Nee, daar moet ik te lang over nadenken. Nee, kijk, dit wordt van een stoer moment al snel een gênant moment eigenlijk. Ik wil op mijn fiets springen, ik blijf achter het lage kruis van mijn broek hangen en ga plat op mijn bek en val er bijna ten voortanden uit. Nee, gênant, gênant, dat kan ik echt niet tellen. Dan moet ik echt een top 100 samenstellen. Ik kwam uit met de film All Stars. Dat was eigenlijk een van de eerste grote premières waar ik zo'n beetje was. En toen stapte ik aan de verkeerde kant van het busje uit. Dus toen werd die hele cirkel werd afgesloten. Toen mocht ik er bijna niet meer in. Nee, het gaat bij mij altijd heel vlekkeloos. En ik hou mezelf altijd onwijs onder controle. Nooit gênante momenten. Mijn gênantste moment? Dat is denk ik op een podium of zo. Als we aan het optreden waren, dat ik struikel op de microfoondraad of zo. Weet je wel? Dat is best wel gênant. Alles was gênant. Het was sowieso geniaal om aan deze film mee te doen. Echt de allerleukste scène die je hebt gedaan? Persoonlijk vind ik de scène het leukste met, ja, toch wel in de boerderij. Daar wordt geschoten, gedaan en ook nog eens gelachen. Dus als je dat allemaal bij elkaar kan voegen, dan ben je bazig. Waar moet je naar binnen gaan? En daar zul je het zien. Ik ben daar waar...